Mijn naam is Britt Hilliger en ik woon al heel mijn leven in Den Bosch. Ik ben 17 jaar en ik dans bij de Hiphop Basement met het team No Surrender. En ik dans nu al ongeveer 7, 8 jaar. No Surrender is een wedstrijdteam. Wij bestaan nu ongeveer 3 jaar. En wij doen allerlei verschillende stijlen. We variëren van hip-hop tot locking tot popping tot voguing en dancehall. Wij doen verschillende wedstrijden bij verschillende bonden. En wij zijn afgelopen jaar Europees kampioen geworden. En we hebben ook meegedaan aan een televisieprogramma op RTL 4, Beat the Best. Britt is zeer actief. Ze heeft humor. Ze is ook vaak de spuit 11 in de groep, zeg maar. We moeten er altijd enorm mee lachen. En ja, het is gewoon ik vind het gewoon een heel leuke meid. En ze kan zeker dansen. Wat de gemeente doet voor het talent in de stad is proberen zoveel mogelijk ruimte te geven dat het talent zich kan ontwikkelen. Dus in het geval van No Surrender proberen we in zo'n dansgroep in de gemeente plekken te creëren waar dit soort groepen kunnen trainen, kunnen oefenen en ja, op die manier met hun talent bezig kunnen zijn. Het is extreem belangrijk voor een stad, voor de toekomst van de stad. En daarom probeer je als stad ook gewoon aantrekkelijk te zijn voor jeugdig talent. Wij willen ons richten op Las Vegas, het WK daar. En we hopen dat te halen in 2014.